good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalvin. En het is nog steeds Kelsember. Een hele fijne dag, dames en heren. Het is bijna zover. We gaan bijna het jaar uit, inderdaad. Ik wil jullie welkom heten bij mijn nieuwe video. Jullie lieve trouwe kijkers. Volgelingen, ja. Welkom. Desalniettemin wil ik jou vragen om deze video even een duimpje omhoog te geven, houden. Want dat ze 14.500 likes halen binnen 24 uur, betekent dat het morgen weer een nieuw komt, snap je? Goed, ik ga vandaag weer iets leuks doen. Namelijk, om het jaar goed af te sluiten, moest ik nog iemand nadoen die, die niet kan ontbreken. Mijn grote vriend, mijn Mattie. Mijn compagnon, nee helemaal niet, gewoon een vriend van mij, Gio Latoy, ook wel bekend als de hamerhaai. Ja, ik ga Gio Latoy nadoen. Ik ga 7 foto's van hem via Instagram namaken. De hele week lang, elke dag. Het wordt een feest. En schijnbaar vinden jullie dat ook leuk. Want sommige van jullie kijken mijn video's. 1 miljoen. Dus like deze video en ik zie jullie straks. Of straks, over een paar seconden als ik de eerste foto ga namaken. Hey yo! Goedemorgen mensen, ik ben aangekomen in Rotterdam. Ik ben namelijk bij Gio's huis. En dat is hier ergens in de buurt, tenminste ik ben er al. Ik moet nog eventjes kijken welk appartement het is. Maar als ik Alex mag geloven, dan is Gio niet thuis. Het zou betekenen dat ik gewoon even in alle rust, in alle vrijheid die foto zou kunnen namaken. Dat zou wel lekker zijn. Want ja, we gaan vandaag weer zo goed en zo één op één mogelijk deze foto proberen na te maken. Die is gemaakt in Gio's nieuwe huis, in Gio's outfit, met Gio's schoenen en shit. Dus ik kan het wel allemaal zelf gaan fixen, maar ik kan het beter gewoon bij hem thuis gaan doen, zonder dat hij het door heeft. Dus ik ga gewoon aanbellen en ik hoop dat hij... Yo! Okay. Hey, hoe gaat ie? Ja, lekker met jou? Ja, goed man. Yeah. Goed je te zien. Dat is lang geleden, Alex. Ja, echt lang geleden. Mag ik binnenkomen? Ja, dat blijft. Ben je net wakker? Ik geef jou toe. Ja, ik heb net gedoucht. Dus oké. Okay. Hey, gozer, ik wil even een foto namaken van Gio. Die heeft hij hier gemaakt. Volgens mij in die spiegel. Ja. Maar ik heb daarvoor even een aantal dingetjes nodig. Een paar outfitjes, iets van... Ik ga gewoon even de foto aan je laten zien. Kijk, het is deze foto. Yes. Okay. En wat ik eigenlijk nodig heb, is zeg maar alles. Alles. Oké, okay, alles. Ja, moet dus, wel goed komen. Ik denk dat... Ik zie hier al wat schoenen. Volgens mij heeft hij deze schoenen aan. Ja, klopt. Dus die kan ik zo... Wat voor maat schoenen heeft hij? Ongeveer. 44. Oh, dat is perfect. Ik heb 43. Okay. Dus dat moet goed komen. Deze heb ik sowieso even nodig. Tada, bitch! Ik voel me een beetje Gio. Weet je hoe dat komt? Omdat al deze kleren stinken naar drank. Ik heb echt het gevoel... Wast hij ooit zijn kleren? Wie wel? Niemand. Zo, en dan moet je linkerbeen, ja. En dan is die schoenen moeten hier zo voor. Deze. Heeft hij misschien ook dit horloge nog? Even om details. Jezus Christus. 800 foto's verder. Maar we hebben hem wel. Het is gelukt. Denken we. Jawel toch? Ja. Kijk. Ze staan nu even in beeld. Dit is de originele foto van Gio. Dit is mijn foto met hier en daar een beetje bewerkings. Want ja, dat heeft Gio ook ongetwijfeld gedaan. En dan ben ik wel trots. What's good, Kelfam? Ik ben in Oude Tongen. Jazeker. Het is de plek waar het ouderlijk huis van Gio te vinden is. Zijn ouders wonen hier en zijn zusje woont hier volgens mij nog. Maar goed, ik ben hier om deze foto na te maken. En nou denk je, hè, maar die kun je toch voor elk muurtje maken? Ja, dat klopt. Alleen ik wou eigenlijk de outfit eventjes fixen bij Melanie. Dus als het goed is, ligt de outfit hier. En dan, zoeken we even het juiste muurtje op. Want dat blijkt ook hier in de buurt te zijn. Oh, dat is hier. Dag lieve mevrouw. Hey. Hey, hoe gaat het ermee? Goed, en met jou? Kom eens hier. Ja, het gaat legendarisch. Ja? Ja, ik ben wel een beetje moe van deze teringreis. Ja, maar, blijft gaat een rot eind, hè? Mag ik even binnenkomen? Tuurlijk. Ja, ik ben hier, ik kom hier inmiddels, ik ben die vaste gast aan huis. Gewoon kind aan huis hier. Waar zijn je ouders dan? Ja, die zijn aan het werk. Oh, dus we zijn met z'n tweeën? Ja. Godverdorie. Gezellig, hè? Oeh. Ik word papa. Ik ben hier helemaal heen gereden, want dat muurtje waar de foto voor is gemaakt, ja, die kan ik ook wel in Amsterdam vinden. Mm-hmm. Maar ik kom hier eigenlijk even voor het outfitje. Mm-hmm. Ja, die heb ik al klaar liggen voor. Oké, geweldig. Kijk, hier heb ik hem. Dit is hem. Nou, wat heerlijk. Ik denk dat hij prachtig zal staan. Ja, ongetwijfeld. Ook met geen shirt eronder. Ja. Dit wordt nu alweer een legendarische foto. Dat denk ik ook. En de foto is gemaakt hier in de buurt? Ja, het is 5 minuutjes lopen vanaf hier ongeveer. Oké, zullen we dan aan de wandel gaan? Ja, laten we dat doen. Oké. Gaan we hier overheen? Zo, hey, pas op, hè. Dit is camerabewaking. Shit. Dit mag niet. Stuk tv. Niet je ouders bellen, hè? Als je straks een half naakte man ziet. Ja, Mel, wil jij misschien even filmen? Ja, tuurlijk. Hoe ik maar aan het omkleden ben. Ja, dat is het outfit. Dit is hem toch? Ja. Ja. Dit is hem. Kijk maar even Gio zijn. Oké, dan ga ik je vragen de foto te maken. Oké, ga ik doen. Ja, dan gaan we dat samen doen. En hij kijkt een beetje stoer. Ja, een beetje bozig. Oké. Oké, ja? Oké.
Ik denk dat je zeg maar dat zakje. Ja, deze. Die moet iets meer, ja, iets meer naar voren. Zo. Ja. Zoiets. Weet je, het is dat het zonlicht, ja, we hebben het zonlicht niet in de hand. Daar kun je niks aan doen. Maar ik ben wel trots op ons. En ja, ik heb het stervens koud. Oké, snel weer aankleden. Ja, tot morgen, joejoe. What's good, Kelvin? Luister, ik ga weer een nieuwe foto namaken vandaag. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben naar Amsterdam gegaan. Tenminste, ik woon in Amsterdam. Maar ik ben naar de Van Wouwstraat gegaan in Amsterdam. Want hier kun je pasfoto's laten maken. Ik wil namelijk deze foto namaken van Gio. Ik heb al even een wit shirt gedaan. En een soort van Colbert. Maar ik heb geen zwart vest, kwam ik achter. Dus ik dacht, ik doe maar gewoon dit aan. En als het dan zwart-wit wordt, dan heb je het toch niet door. Maar goed, zoals je misschien kan zien, ik film met mijn telefoon. En niet met deze motherfucker. Dat komt omdat op een of andere manier, ik krijg hem niet aan. Het is, ja, soms laat de techniek je gewoon even in de steek. Ik ga het gewoon nog een keer doen. En dan ga ik iets lager zitten. Het is wel vet. Het is wel een soort epic of zo. Deze moet goed zijn, deze moet top zijn. De foto heb ik. Ik heb hem even uitgeknipt. Ik moet nu alleen even een witte muur zoeken. En dan is hij af. Kijk, ik zie daar al een wit pand. Dus ik ga daar gewoon voor staan. Oké, ik ga hier gewoon de foto maken. Het enige is dus dat even alles in zwart-wit moet. Dus nu is alles zwart-wit. En ik ga gewoon zo vaak mogelijk even een paar keer deze ervoor houden. Ik kom wel tot besef. Dit is gewoon echt, het komt niet eens in de buurt van de pasfoto van Gio. Maar het gaat even om het idee. Weet je, we hebben een leuke tijd. We hebben een leuke tijd met z'n allen. Dat is belangrijk. Hey, daar is hij weer. De kerst. Tram. Goed, die staat erop. Als je de originele foto hier hebt en mijn foto hier, dan kun je toch wel stellen dat ze nou, niet per se heel veel op elkaar lijken. Maar het kan niet altijd goed gaan. Dat is het ook wel weer. Ik zie jullie morgen. Ik ben onderweg naar de Range Rover dealer in Aalsmeer. Aangezien daar deze foto is gemaakt. Gio die op de foto staat met een auto. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk nooit. En ik hoor je denken, yo Kelvin, hoe de fuck ga je deze foto namaken? Nou ja, dat ga ik als volgt doen. Ik heb afgesproken met de dealer daar, die heeft nog precies die auto staan. Dus daar ga ik sowieso mee op de foto. We zoeken gewoon precies hetzelfde plekje op. Alleen de outfit heb ik ook in mijn bezit. Ik heb laatst even wat kleren gejat bij Gio. Ik ben Kelvin. Ik ben Harold, welkom. Dag. Leuk dat je er bent. Aangenaam kennis te maken. In het domein waar Gio altijd... Ja, waar hij altijd te vinden is. Waar hij altijd te vinden is. Weer even goed het kader dat hij. Ik denk dat het hem is. Heeft hij die. Wat denk je ervan? Nou, ik denk dat we hem aardig. Ja. Dat we hem aardig hebben hoor. Ja. Potverdikkie. Heel even goed. Ik wil ze heel even goed zien. Die hand klopt. Ja, weet je, belichting moet er gewoon een beetje aanpassen. Er zit gewoon een filtertje op bij hem. Dat hij maar verder hier dit zit, zo, dit zit. Ja, dit klopt toch helemaal. Ik voel me gewoon ook. Ja, ik ben er wel blij mee, toch? Beter dan dit gaan we hem gewoon niet krijgen. Nee, dit is maar gewoon, alles de details kloppen. Het is. Ja, hier. Weet je zo. Ja, alleen zijn vader, zijn arm staat hier op de achtergrond. Ja, maar goed, ik heb Marcel die heb ik niet uitgenodigd. Die laten we in Zeeland, die kant op de... En nee, als ik nog een nieuwe auto nodig heb, dan kom ik hier wel een keertje langs. What's good, Kelfam? Ik ben aangekomen op deze prachtige vrijdag op een plek waar ik nog nooit van mijn leven ben geweest. Namelijk de Korenbloemlaan en de Korianderlaan, zoals je op de bordjes hierachter kan zien. Inderdaad, ik ga een foto namaken, deze foto van Gio. En ik heb me helemaal rot gezocht naar welke Korianderlaan ik dan moet. Maar schijnbaar is het deze. En dit is het kruispunt waarop de foto is gemaakt. Het enige wat ik nog nodig heb, is de hamerhaai. Ik heb hem helaas niet kunnen fixen, want ik had niet genoeg tijd. Dus ik moet even kijken hoe ik dit dan ga doen. Ik twijfel wel een beetje namelijk. Of ik het ga photoshoppen of zo. Of... Hey! Doe normaal. Doe heel even normaal. Dit meen je niet. Hamerhaaien all around. Nee, grapje. Ik had hem er al neergelegd. Maar goed, we gaan de foto na proberen te maken. Hij staat lekker in een t-shirt op een zonnige dag. Het is nu echt fucking kut weer. Het is allemaal nat hier. En ik heb een t-shirt aan, maar ik wil mijn jas eigenlijk niet uitdoen. Want het is stervens koud. Maar goed, hè. We gaan het maar gewoon doen. Ik ga mijn best doen. Oh, het is... Ongeacht het feit dat het kut weer is. Maar ik heb de foto wel gemaakt. En hij is best wel goed geworden. Dit is Gio's foto. Dit is mijn foto. En ik vind hem briljant. Het is echt legendarisch. Ik ben er trots op. Ook al was het even koud. Ook al was het even regenachtig. Ook al was het even smerig. Ik zie jullie morgen met een nieuwe foto. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg.
What's good, KelFam? Het is zaterdag en ik ben voor de tweede keer deze week naar Oude Tongen gereden. Want ik heb een foto gevonden en die wilde ik gewoon heel graag namaken. Dat leek me namelijk fucking grappig. Dus ik ben me weer in de auto gestapt. 2,5 uur later ben ik er. En Melanie is thuis. En Melanie is thuis, dus die gaat me helpen. Ik ga deze foto namaken. Een face swap in Gio's kamer. Het leek me gewoon grappig om in zijn oude slaapkamer iets te doen. Omdat hij daar toch altijd alle filmpjes heeft opgenomen. Dus dat gaan we gewoon fixen. Een hele goede middag. Hey, hallo. Hallo. Ben je er weer? Jazeker. Gezellig. Wat weer een warm ontvangst. Ja, hè? Jij dacht, ik laat gewoon de hele week hier even een paar zakjes cement staan. Ja, we weten niet wat we ermee moeten, dus we laten ze maar gewoon hier staan. Dus je kunt een oproepje doen. Dat zou een goede zijn, inderdaad. Wie wil er nog? 4 zakjes cement. Kom het allemaal halen. En een volgende ondervloerfolie. Je weet wat voor foto ik wil namaken, hè? Ja, dat weet ik. En die is volgens mij op Gio's, in Gio's kamer gefilmd. Ja, klopt. Ik kwam net op het besef dat ik nog nooit in zijn kamer ben geweest. Nee? En ik wil het toch altijd een keertje al zien. Dus ik ben een beetje zenuwachtig ook. Oké. Mag ik? Laten we gelijk naar boven gaan. Ja, zullen we naar boven wandelen? Ja. Jezus, wat lelijk. Ja, het is nu alleen mijn beddengoed, want ik heb hier tijdelijk geslapen. Want we zijn heel mijn kamer hebben verbouwd. Oké. Okay. Hé, maar ik heb een varken nodig. Volgens mij is dit hem, ja. Goeie belichting? Ja, misschien moet je iets meer daar gaan staan nog. Dat het niet zo recht van voren komt. Hij is fucking goed. Kijk heel hij even. Hij is echt goed gelukt. Het is gewoon. Het is gewoon. Hij is echt 1-op-1. Ja, dit is echt top. Hij is echt heerlijk, man. Wat een. Dankjewel, Big. Dit is echt. Dankjewel. Top. Zonder dit biggetje was het nooit gelukt. En zonder jou ook. Yes. Ga je intens knuffelen. Okay. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dankjewel, Melanie. Alsjeblieft. Yo, Gio. Yo. Yo. Hey. Hoe ik gaat het? Ik heb al mijn kleding kwijt, man. Wat zeg je? Ja, het gaat niet helemaal lekker, want ik ben al mijn kleding kwijt. Wat irritant. Ben jij dat een beetje leven als... Ben jij een beetje leven als Jill aan het doen of zo? Nee. Oh, wacht, ik heb trouwens... Ik rij onder een tunnel door. Dus het kan zijn dat ik wegval. Oh. Dus ja... Weet je, misschien ja, What's good, KelFam? Ik ben aangekomen in de buurt van Hanwee's huis. Ik wil namelijk deze foto namaken. Dit is Gio met Hanwee op zijn auto. Yo! Hallo! Hoe gaat het ermee? Yo, Je gaat me niet vertellen dat dit jouw Tesla is. Hoezo niet? Want hij is niet meer wit. Wist je dat niet? Nee. Bro, heb je mijn Insta überhaupt ooit gecheckt? Ja, maar weet ik veel. Ik vraag je, kan ik een foto met die Tesla maken? Jij zegt ja. Bro, ja, dit is toch de Tesla? Ja, maar hij is niet meer wit. Ja, ik heb hem laten rappen. Okay. Ja, weet ik. Moest die wit zijn? Mag ik binnenkomen? Het regent, ja, zeg maar. Ja, wel ook wel aardig dat je me even wat drinken aanbiedt. Vind ik wel... drinken? Krijg je niet. Ik heb iemand nodig die de foto wil maken. En ik zie een Fortnite spelend broertje. Deze man, hij speelt altijd Fortnite. Hè. Ik wil even laten zien hoe goed deze guy is. Kijk dan. Ik altijd Fortnite. Yo, is you watching a video of Ninja? Hey Steven, je gaat dit doen, oké? Okay? Jij kan dit. Ik moet gewoon een foto maken. Ja, hou die er maar even naast. Ik wil deze foto namaken. En je mag even goed tellen hoe wij moeten kijken en hoe we moeten zitten. Kijk, hoe zit ik? Mijn rechterbeen zo. Zo. Serieus? Het is bijna racistisch om te zeggen, maar jouw houding is echt... Wow, hij is best wel dope, toch? Ik heb echt... Maar hij is echt goed gelukt, toch? Ja, hij is nice, hè? Lekker, man. Oké. Hey, dat was ook de laatste foto die ik deze week na ga doen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wens jullie een hele fijne zondag en ik zie jullie later. Joejoe. Ei. Yeah.